Goedendag, kijk naar het weerjournaal van Weerplaatsen.nl. Zoals bijna iedereen wel heeft gezien, begon de dag met schitterend weer. Deze foto van Jantine Lustig laat een fraaie opkomende zon zien. En in de loop van de ochtend ging de zon ook flink schijnen in de rest van het land. Een paar wolkenveldjes die vanaf de Noordzee binnendreven, maar dat kon de pret nog niet drukken. Het wordt geleidelijk wel wat minder zonnig, maar dat zien we zo meteen. Eerst even de temperaturen. Die zijn op dit moment alweer 9 tot 11 graden. Groot deel van het land is in de dubbele cijfers. Het zuiden van Limburg, zoals zo vaak, zit alweer op 13 graden. Daar de hoogste temperaturen. Dan de weersituatie. Het regengebied van afgelopen nacht ligt al over het midden en oosten van Duitsland. En vanaf de Noordzee zien we enkele wolkenveldjes onze kant op komen. Het stelt niet al te veel voor nog. Ook vanmiddag dus een flinke zonnige periode. Schitterend weer. Temperaturen rond de 10 à 11 graden. De wind neemt langs de noordkust geleidelijk in kracht af. Er stond vanochtend nog windkracht 4 tot 5. Nou, vanmiddag zal het meest windkracht 4 zijn. En in de rest van het land wordt de wind ook langzaam rustiger. Want vanuit het zuiden nadert een zwak hoge drukgebiedje. En dat zorgt voor een hele rustige avond en nacht. De wind gaat zo goed als liggen. Er trekken wel wat wolkenvelden over het land. Maar tijdens opklaringen gaat de temperatuur behoorlijk dalen. Aan het begin van de avond is het al een graad of 6. In de loop van de nacht wordt het 1 tot 3 graden in het binnenland. En aan de grond gaat het dan in veel regio's vriezen. Er kan ook wat mist ontstaan, nevel. Alleen in het noordwesten en op de Waddeneilanden, daar is het veel minder koud. Daar is het 4 tot 6 graden. De bewolking neemt dus wel toe in vergelijking met vanmiddag. En dat zien we dan ook morgen terug. Dan hebben we te maken met wolkenvelden. Vooral in de ochtenduren schijnt ook van tijd tot tijd de zon. En vroeg in de ochtend kan het verkeer dus nog even last hebben van een mistbankje. Temperaturen 8 graden in het zuiden, 10 graden in het noordwesten en op de Waddeneilanden. En dan de komende dagen, dan zien we dat het toch wat vaker bewolkt wordt. Woensdag en donderdag heeft de zon het echt moeilijk, slechts af en toe zon. Daarbij veel wolken en wat lichte regen. Verwacht geen grote hoeveelheden. De woensdag wordt de koudste dag van de week. Koud tussen aanhalingstekens, 6 tot 8 graden. Dat zijn min of meer normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Donderdag gaat het kwik alweer wat omhoog. En ook vrijdag zitten we rond de 10 graden. Als we dan wat verder vooruit kijken, dan zien we dat die donderdag en vrijdag wel de twee zachtste dagen zijn van de komende tijd. Dan een piek in de temperatuur dicht bij de 10 graden. Daarna gaat het kwik weer wat naar beneden en dan kabbelt hij zo tussen de 5 en de 8 graden 's middags. En in de nacht is het ongeveer rond het vriespunt of toch heel misschien eronder. Ja, de kans op vorst neemt wel toe, maar dat hebben we al eerder gezien. Eerst maar eens afwachten wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Ik wens u een fijne dag verder. Hoop dat u vandaag kunt genieten van de zon. De komende dagen zien we meer bewolking in Nederland. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.